niet wegkijken. Dat is iets wat je niet moet zeggen aan kinderen. Kinderen kijken niet weg. Kinderen nemen heel graag in hen op wat er zich rondom hen afspeelt en blijven kijken naar de meest gruwelijke, gelukkig ook naar de meest aangename en de mooiste dingen die wij eigenlijk vaak over het hoofd zien. Die kinderlijke verwondering, die zich uit in het feit dat ze naar alles kijken, goed kijken en blijven kijken en vaak achteraf vragen over stellen, is iets wat filosofen maar wat graag ambiëren. Ook zij blijven graag naar de dingen kijken die zich rondom hen afspelen. Wat we teruggekregen hebben van de pandemie waarin we ruim een jaar zitten, is tijd voor contemplatie, is tijd voor vragen stellen. Is dus tijd om goed te kijken en daarbij heel veel vragen te stellen. En die vragen komen als vanzelf. Je slaat geen dagblad open, je kijkt niet naar het nieuws of er komen nieuwe vragen, al dan niet vergezeld van antwoorden op je af. Een van die grote vragen die ik mij van meet af aan stelde was, we zijn amper de crisissen van 2001, 9-11, politieke crisis, als de monetaire crisis van 2008 te boven gekomen. We zijn ons amper bewust van de zware ecologische crisis waar we mee te maken hebben en de klimatologische omstandigheden die ons dat aantonen. Of we worden geconfronteerd met een virus dat in no time de wereld rondgaat en ons eigenlijk aan huis kluistert. Zijn we dan in wat je zou kunnen noemen een risicomaatschappij of een risicotijdperk terechtgekomen? Maar in het kielzog van deze vraag ontwikkelden er zich tal van andere vragen. Een hele reeks die vaak wel, soms ook niet beantwoord zijn en te maken hebben met grondwetschendingen, met de status van de wetenschap, met de moeilijkheden die we met onszelf ondervinden, doordat we aan ons huis gekluisterd zijn. Dus tal van vragen die rechtstreeks met die corona en pandemie te maken hebben. Maar misschien herinnert u zich nog wel dat verhaal van Orpheus en Eurydice, waar Orpheus, een muzikant, dichter en profeet, maar wat graag naar Hades, zijn overleden Eurydice wou gaan bezoeken en terughalen, en die op de terugweg bijna net voor hij het Rijk van de Levenden opnieuw betrad, toch dat enige verbod dat hem was opgelegd, overtrad, namelijk hij keek om. Ja, we zouden toch geen mensen zijn als we van deze pandemie ook niet even zouden wegkijken. Wel, zelfs als we wegkijken, vandaag krijgen we een ongelooflijk rijk en interessant reeks van fenomenen te zien. Enkele daarvan kan je pas slechts zien als je wegkijkt van datgene wat je dagelijks gepresenteerd wordt. Dat wegkijken maakt juist dat je er beter over kan gaan nadenken en er andere vragen kan over stellen. Zo heb ik een reis ondernomen door nogal wat werken, artikels en boeken te lezen over de pandemie en over alles wat er zowat in de rand mee te maken heeft. Zo heb ik in Nederland het werk van René ten Bos gelezen, een van mijn lievelingsfilosofen overigens. Maar ik ben ook te raden gegaan bij Slavoj Žižek, hè, de Sloveen, die er als de kippen bij was om iets te schrijven over de pandemie. In het Franstalig gebied heb ik onder andere Michel Onfray, La Vengeance du Pogolin gelezen. Maar heel recent heb ik ook in een no time dit werkje van Maarten Boudry en Joël de Keulaar doorgenomen. Dus ik heb wel wat gelezen en tijdens die leestocht van alles ontdekt dat interessant is om te weten en om te overdenken over de pandemie. Dus niet wegkijken
is tegelijkertijd een aanzet om ook eens weg te kijken. En als u het relaas van mijn zoektocht naar wat je dan allemaal te zien krijgt, wil horen en zien, dan nodig ik u graag uit om in te schrijven op de cursus Niet Wegkijken. Mocht u zelf ondertussen of de voorbije maanden tal van vragen reeds neergepend hebben, wel, neem ze bij de hand, want dan, tijdens de cursus, is het moment om erover van gedachten te wisselen. Tot dan!